Wat is de reden dat de boom aan de gemeente Almelo wordt geschonken? Nou, dat is denk ik eigenlijk een win-win situatie. Hij groeit hier een beetje uit de kluiten. Veel licht neemt het weg. Aan de andere kant voldoet hij volgens mij wel aan de criteria die gesteld zijn. Hij heeft aardig wat lengte, dus ik denk dat hij goed van pas komt voor de gemeente Almelo. Ja, dacht ik al. Ja. Dat is toch al aan iets anders. Kijk. Wat licht heb je hier. Ja. Je staat vanaf niet meer uit de weg. Vind je het leuk dat er dit jaar weer een kerstboom in de vijven bij Kreta komt te staan? Ja, ik vind het eigenlijk wel heel leuk, want het is altijd heel gezellig. En zelfs ook omdat het steeds donker wordt, de lichtjes hangen er ook in. Dus dan geeft het zo'n sfeervol gevoel. Hoe lang verzorgen jullie al het vervoer van de kerstboom? Voor mij is dit 17e jaar dat ik de kerstboom rij. Ja, elk jaar doe ik het weer met heel veel plezier. Zoals dit jaar ook weer. Ik vind het gewoon prachtig om te doen. Dat is een hele organisatie? Ja, er zit een hele organisatie achter. Meestal in het najaar of zomer najaar begint Gerard Kemna van Almelo Promotie mij te bellen. Heeft hij de diverse kerstbomen. Gaan we kijken wat de beste kerstboom is. De mooiste locatie om bij te komen. Want we kunnen ze niet overal weghalen. En uiteindelijk maken we een keuze. En als we de keuze gemaakt hebben, is het dan het eerste weekend naar Sinterklaas en dan gaan we hem halen. Wat is de reden dat jullie belangeloos mens en materieel ter beschikking stellen? Almelo. We zijn Almelo's bedrijf, dus we doen voor Almelo. Ligt het zo simpel? Zo simpel is het.